Celine staat heel zielig op het keukenblad te kijken hoe wij weggaan. We hebben een beetje rondgelopen, we hebben nu ijs. Ik heb vier smaken. Dit schattige onesie van Gucci. Kijk, dit is de unitard. Ik vind het echt cute zo. Zo, het is vandaag zondag. Ik ben me aan het klaarmaken zoals je kunt zien. Oeh, mijn camera is leeg. Ik moet die zo even aan de lader doen. Even iets van dit haar maken. Ik ga me eerst even aankleden. Het is dus zondag. Vandaag gaan Marvin en ik naar de outlet in Roermond. We zijn daar al lang niet meer geweest. We gaan even wat dingen kijken, voornamelijk eigenlijk voor de baby. We shoppen bijna niet meer voor onszelf. Ik probeer me nu de afgelopen week wel soort van te verplichten wel voor mezelf te shoppen. Gewoon geen kleren meer heb die me passen. En dan komen we bij het volgende aan. Ik heb geen idee wat ik vandaag aan moet doen. Ik denk dat ik die jurk ga aandoen die ik gisteren aan had. Die Sarah jurk, want ik heb die gisteren toch alleen maar een uurtje naar de stad aangehad. Maar ik hou er eigenlijk niet van om kleren twee keer aan te doen. Ten eerste vind ik, broeken vind ik niet zo erg, maar eigenlijk vind ik het vies. Maar goed, ik heb het maar een uurtje aangehad, dus ik denk dat ik dat wel gewoon ga doen. Want ik heb gewoon niet zo heel veel keus. Ik heb wel heel veel leuke dingen besteld, maar die moeten allemaal nog binnenkomen. Dus ja, tot die tijd moet ik het doen met wat ik in huis heb en wat me past. Zo, ik heb me helemaal klaargemaakt en omgekleed. Ik ga nu de auto in en dan praat ik jullie straks bij. Ik moest een beetje haast. Kijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar Celine staat... Volgens mij zien jullie helemaal geen moer. Maar Celine staat heel zielig op het keukenblad te kijken hoe wij weggaan. Ik heb wimpers op. Ik had eerst Queen Tarzi Coco opgedaan. Alleen die waren wel heel mooi, maar die waren voor mij gewoon iets te... natuurlijk, dus je zag ze zeg maar niet zo heel goed. Toen heb ik andere goedkope wimpers, heb ik de overheen opgeplakt. Dus ik heb nu twee wimpers op elkaar zeg maar. En nu vind ik het wel echt heel mooi. Wij gaan dus naar Roermond. Kiara en Junior gaan ook mee. We rijden nu naar Almere, zodat we met z'n allen vanuit Almere kunnen wegrijden. Dus ja, ik ben benieuwd. Ze zijn er al heel lang niet geweest. Wij hebben een beetje rondgelopen. We hebben nu ijs. Ik heb vier smaken. Ik heb karamel, pistache, Snickers en wat was die andere? Framboos. Amarena. Amarena. Oh, deze is echt. Oh, die pistache is zo lekker. Jij heb je alleen die amarena? En vanille. Nee, witte chocola framboos. Hadden ze dat ook? Ja, oh ja, dat had je gezegd. Nou ja, ik kon niet kiezen, dus ik heb, ja. Ik heb vier smaken. Want dit is die witte chocola met framboos. Maar als je een hele... Kijk hoe leuk. Dit is een hele oude McDonald's. Wij zijn hier één keer binnen geweest. En het is echt zo'n American diner binnen. Ja, echt heel leuk. Maar ja, jammer dat we niet naar binnen kunnen. Wij zijn weer thuis. Het was super gezellig. Het was wel echt... Kijk, het is altijd wel redelijk druk daar. Het is natuurlijk zondag, maar door corona konden natuurlijk een max aantal mensen in de winkel. Waardoor de rijen gewoon bizar lang waren. Dus dat was wel een beetje kut. We zijn ook echt maar twee winkels ingegaan en toen waren we het zat. We dachten, ja, het is leuk geweest. We hebben ook maar één ding gekocht. Het is ook sowieso wel altijd bij die outlet, de ene keer zie je heel veel dingen en de andere keer niks. Maar goed, we hebben wel één leuk ding voor de baby. Van Gucci. En het is dit schattige onesie van Gucci. En wij zijn wel, kijk, ik vind het dus echt zonde om superveel designer dingen te kopen voor een baby. Vooral in het begin, want dan kunnen dus letterlijk 1 of 2 maanden aan. Maar goed, weet je, een paar leuke items is wel gewoon leuk. Dus we hebben deze gedaan. En deze kan de baby ook aan rond mijn verjaardag, als het goed is. Dus dat is dan ook wel cute, dat ze dat op mijn verjaardag kan aandoen. Dus deze hebben we. Deze was 100 euro. En die was normaal... Kijken of het... Oh, ik dacht dat het erin stond. Misschien moet ik het wel. Nee, weet jij dat nog? Volgens mij was het inderdaal 2,10.
210. Ja, zoiets denk ik ook. Tussen de 200 en 300 euro. Zo, ik heb mijn haar eventjes vastgedaan. Ik wil trouwens even een paar items met jullie delen van Missguided die ik vandaag heb binnengekregen. En ik heb de afgelopen tijd daar heel veel dingen besteld. Dus ik wil even de leukste items met jullie delen. Een paar ga ik wel eventjes laten zien straks in de spiegel. Maar ik wil ze eigenlijk niet allemaal laten zien. Omdat ik wil dat jullie het gewoon in de vlog zien wanneer ik echt afgesteld en gefleekt ben. Dus ik laat de items wel even zien. Maar jullie zullen het dan sowieso in de vlogs voorbij zien komen. Niet alles is van de pregnancy dinges. Van wat ik nu allemaal ga laten zien. Want ze hadden heel veel was uitverkocht. Dus ik heb ook een paar dingen gewoon uit de normale collectie. Waarvan ik dacht dat ze wel zouden passen. Ik heb dus één stofje waarvan ik al jurkjes had. Dat is de Slinky lijn. Bij Missguided. Dat is echt een heel lekker glad stofje. Super fijn. En ik had al vaker dingen daarvan besteld. En ik ging dus die jurkjes passen. En die rekken zo goed mee. Dat ik daarom dus dacht, weet je, ik kan ook van die slinky dingen wat dingen bestellen. Want die gaan mij nog wel passen. Dus ik heb deze top. Deze is toevallig wel van de maternity lijn. Ik moet zeggen, ik heb deze gepast en hij zit bij mijn armen eigenlijk een beetje strak. Het is 36. Bij mijn buik zit hij wel echt goed. Maar dit is dus gewoon een basic witte top met dat heerlijke stofje. Gewoon heel handig om te hebben. Goeie basic. Even kijken, dan heb ik deze jurk. Dit soort jurkjes rekken ook altijd goed mee. Van de normale lijn, die kun je altijd wel gewoon aan. Dit is een mintgroene, gewoon zo'n lange sundress. Oh, dit is een van mijn favorieten. Dit is ook van de maternity lijn. Dit is echt een heel mooi setje. Die zal ik jullie straks wel even aan laten zien. Want het kan je een beetje moeilijk zien zo. Dit is een rok. Met dus extra ruimte bij de buik. Hele mooie champagne kleur. En dan zit daar een bijpassende top bij. Even kijken. Zo eentje dus. Zo'n bijpassende top met hoge rok. Echt super mooi. Ik heb het allemaal net al gepast. Het is echt, staat zo mooi bij de buik. Echt prachtig. Super mooi setje. Die hebben ze ook in het grijs. Ik vond deze kleur leuk. Maar grijs is eigenlijk ook heel mooi. Dus dit is zeker een aanrader. En van de maternity lijn kan je eigenlijk gewoon de maat nemen die je altijd hebt. Omdat het gewoon je eigen maat is. Maar dan met extra ruimte bij de buik. En van de normale dingen heb ik wel een maatje groter bij de meeste dingen. Dan het laatste van de maternity line volgens mij. Ja, dit is het laatste van de maternity line. Is deze jurk. Dit is ook een van mijn favorieten. Is heel mooi. Dit is ook weer zo'n lekker glad stofje. Echt zo fijn. En dit is met een col. En dan is het gewoon een mooie lange jurk. Maar die moeten jullie eigenlijk ook even aanzien. Dus dat ga ik jullie zo laten zien. Dan nog een aantal items die niet van de maternity waren. Dat is als eerst deze jurk. Deze zit wel strak, dus die moet ik snel aandoen. Want als mijn buik nog groter wordt, dan gaat deze niet meer passen. Het heeft zo'n hals en dan is het een hele mooie beige jurk. Heel leuk. Oei. En die heeft dus zo'n stofje. Heel mooi. Dan deze jurk alleen. Deze is een beetje lastig te zien, maar deze ga ik volgende week denk ik aandoen met suikerfeest. Dus dan kunnen jullie hem iets beter zien. Dus ik ga die nu niet aandoen, dan kunnen jullie die dan in de vlog al zien. Maar het is in ieder geval een jurk, heel mooi. Met helemaal zeg maar, het is een strak jurk met knoopjes van boven naar beneden. Ook super mooi. Even kijken, dan heb ik deze oranje jurk. Deze kleur is zo mooi fel. Deze zat ook wel, moet ik zeggen, best strak. Dit is zelf van het slinky. Nee, deze zat niet strak toen ik hem aan had, maar hij schijnt een beetje door. En omdat natuurlijk je buik het nog uitrekt, gaat hij extra doorschijnen. Maar dit is wel heel leuk, het is zo'n off-shoulder jurkje. Eigenlijk wel heel kort, maar vooral de kleur is heel leuk. En hij heeft dan hier zo dit effect bij de billen, waardoor je zeg maar, ja, waardoor je billen mooi gevormd worden. Het is gewoon heel flatterend voor je billen. Maar wederom, ik heb bijna alles wat ik nu heb besteld is met dat stofje, dat slinky stofje. Dat is echt top. Dan heb ik deze jurk en deze heb ik besteld als backup voor baby shower. Want ik wil eigenlijk voor mijn baby shower een beetje zo'n lichtroze
kleur. Een beetje als mijn nagels, zeg maar. Iets donkerder. Maar ik zag deze en ik dacht, dit is wel een hele mooie jurk. Dus mocht ik niks vinden in die kleur die ik wil, dan heb ik altijd deze nog. Want dat zul je maar net zien, dat ik dan denk, shit, had ik maar die jurk toen besteld, bla bla bla. Dit is zo'n jurk en die heeft dus doorzichtige bandjes. En dan is die gewoon helemaal lang. Het is verder niet een hele bijzondere jurk, maar wel heel mooi straks met buik. En dan de achterkant heel mooi. Dus dit is gewoon een backup jurk voor het geval ik niks anders kan vinden voor de baby shower. Dan het laatste item. Dit is ook een van mijn favorieten. Ik zag dit bij Desi Perkins. Ze had een story gepost met ook zo'n unitard aan. Dat is zeg maar een soort cycling short met top eraan. Soort van. Deze kan ik ook wel even aan laten zien straks. Het is dus zeg maar strak. En dan met een broekje eraan. Het is een soort playsuit. Maar dan strak. Beetje zo'n sportieve versie van het playsuit. Wel echt heel leuk. Een hele mooie soort, ja, wat is het? Beige, champagne-achtige kleur. Super mooi. Ik had dus gedacht dat deze strak zou zitten. Maar dit is echt een heel goed stofje. Ook heel fijn. En die heb ik dan in... heb ik deze in een... Oh. Aha, daarom zit die dus... Ik heb deze in een maat 40 blijkbaar besteld. Terwijl ik eigenlijk van die andere jurkjes 38 heb. Maar normaal heb ik ook 36, 38 hangt een beetje van het stofje af. Dus vandaar dat deze zo lekker zat. Omdat deze gewoon echt een maat groter is en de rest niet. Maar goed, ik ga een paar even aandoen en aan jullie laten zien. Kijk, dit is de unitard. Ik vind het echt cute zo. Ja, ik heb hier een litteken. Met een spijkerjasje en dan sneakers. Gewoon heel lekker sportief, casual. Heel chill. Dit is die andere, dat lange jurkje. Kijk. Deze is zo pretty, maar hij zit hier nog wel best los. Ik denk dat hij nog mooier gaat zitten als mijn buik nog groter is. Maar dit is natuurlijk ook echt een maternity dress. Dus deze ga ik ook echt bewaren voor straks wanneer bijna niks meer me past. Omdat deze dan zeker wel gaat passen. Maar deze is echt heel leuk. En dan het laatste. Ik ben echt verliefd op dit setje. Dit is dus dat setje met die rok en die top. Ook hier, kijk, het is hier nog een beetje zo. Ik denk als mijn buik nog iets groter is, dat het wel mooi echt strak eromheen valt. Maar dan kan ik deze lekker voor dan bewaren. Kijk, hier zit hij gewoon een beetje. Kijk, ik kan het altijd nog zo laten innemen ergens. Voor het geval het niet mooier gaat zitten. Maar ik denk wel dat hoe groter het wordt, dat het wat mooier gaat zitten. Maar nu voor het idee. Kijk, echt mooi. Mijn buik groeit sowieso al best snel. Ik zit natuurlijk nu bijna op de helft. Maar ja, dat zal vast nog wel meer zo naar voren gaan. Dat waren alle items. Mijn haar is helemaal door de war. Van het uiten en aandoen en weet ik het wat. Ik ga de vlog ook afsluiten. Ik ben echt kapot. Ik ga lekker slapen. En ik hoop jullie morgen te zien.